Baasjes en hun hulphond. Patricia en Dias. Patricia, 50 jaar, is bijna blind. Daarom heeft ze een hulphond, Dias. Toen ik 8 jaar was, kreeg ik een ernstige oogziekte. Toen ik 23 was, zeiden de dokters dat ik op een dag blind zou zijn. Nu ben ik 50 jaar en zie ik nog maar een heel klein beetje. Ik wilde geen witte stok, maar een hulphond. 4 jaar geleden kreeg ik bericht dat er een hond voor mij was. Ik was heel nerveus voor de eerste ontmoeting met de hond. Maar toen Dias binnenkwam, waren mijn man, mijn zoontje en ik meteen gek op haar. Dias is mijn grote hulp. Ze gaat overal met me mee en ze is altijd bij mij. Ze zorgt dat ik nergens tegenloop of van trapjes val. Ik werk al jaren als directeur van een rusthuis in Leuven en Dias gaat ook mee naar mijn werk. Elke ochtend, voor ik ga werken, ga ik met Dias in het park wandelen. Ik doe dat samen met andere mensen met een hond. Ook in het weekend gaan we samen wandelen of gaan we uit eten. Dias helpt me niet alleen, maar ze gaf me ook nieuwe vrienden. Daar ben ik heel dankbaar voor.